Een bijzonder goede namiddag en van harte dank opnieuw om van de partij te zijn hier op campus Gasthuisberg voor drie verdere lezingen deze namiddag. Onze volgende lezing gaat over vloeistofchromatografie voor de analyse van complexe stalen. Dat klinkt misschien metallurgisch, maar ik heb een bleekblauw vermoeden dat chromatografie gaat over het scheiden van mengsels. En onze trouwe volgers zullen deze voormiddag ook gemerkt hebben dat professor Swinnen bijvoorbeeld alludeerde aan chromatografie, in zijn geval voor het scheiden van complexe mengsels van lipiden, van vetten. Maar het gaat inderdaad over een scheidingstechniek. En ik ben verheugd dat ik mag bogen op een expert om u de basisprincipes van de vloeistofchromatografie uit de doeken te doen en te vertellen hoe we die techniek verder op punt kunnen stellen door de meetapparatuur te verbeteren, maar ook door innovaties in de software die de beslissingen mee helpt sturen. En die expert is niemand minder dan professor Dr. Deirdre Kabouter, die als hoogleraar verbonden is aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven. Professor Kabouter doet onderzoek naar de verbetering van de efficiëntie van chromatografische methoden en zal ons dat in het komende half uurtje van naald tot draad uitleggen. Professor, het woord is aan u. Dankjewel voor deze inleiding en ook dankjewel aan jullie allemaal om hier aanwezig te zijn. Ik begrijp dat er wat concurrentie is. Binnen een uurtje start er een voetbalmatch. Maar ik apprecieer het enorm dat jullie toch hier zijn om een beetje meer te leren over vloeistofchromatografie. Zoals al aangekondigd ga ik het hebben over vloeistofchromatografie voor de analyse van complexe stalen, complexe mengsels. Dus laat mij misschien starten met jullie uit te leggen wat ik precies begrijp onder complexe mengsels, complexe stalen. En voor mij zijn dat eigenlijk mengsels die een veelheid, maar ook een variatie aan moleculen of aan componenten bevatten. En wat ik dan precies bedoel met die veelheid, wel, dat betekent dan dat daar gemakkelijk enkele tientallen tot zelfs enkele honderden verschillende componenten kunnen inzitten. En wat die variatie betreft, gaat het dan voornamelijk om variatie in hun eigenschappen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan variatie in grootte. We hebben zowel kleine moleculen, dat zijn dan bijvoorbeeld de chemische geneesmiddelen die worden gemaakt op chemische manier. Maar we hebben ook grote moleculen en dan denk ik bijvoorbeeld aan biomoleculen, proteïnen, maar bijvoorbeeld ook monoclonale antilichamen die direct veel groter zijn. Een andere eigenschap waarin ze vaak verschillen is hun polariteit. En dan maken we het onderscheid tussen moleculen die eerder
hydrofiel zijn, dat wil zeggen dat ze goed oplossen in het water, of eerder hydrofoob, uiteraard betekent dat dan dat ze minder goed oplossen in water. En er kunnen ook verschillen zijn in lading, dus we krijgen te maken met zowel neutrale moleculen die geen lading dragen, of geladen moleculen, en die kunnen dan positief geladen zijn, negatief geladen. Dus al dit draagt eigenlijk bij tot die complexiteit. Maar laat mij dit misschien een beetje concreter maken door enkele voorbeelden te geven uit het dagelijkse leven. En een eerste voorbeeld dat ik zou willen geven betreft stalen die we krijgen uit het milieu. En dan denk ik meer in het bijzonder aan waterstalen. Dus dat kunnen stalen zijn die genomen worden in rivieren, in beken. Dat kunnen ook waterstalen zijn die afkomstig zijn uit een waterzuiveringsstation. En waarom zijn die nu juist complex? Wel, we vinden daar tegenwoordig heel veel verschillende polluenten in terug. En dan denk ik bijvoorbeeld aan geneesmiddelen. En wij nemen allemaal geneesmiddelen. En een keer dat die ingenomen zijn, gaan die ook ons lichaam terug verlaten. En dat is dan via toilet, via de riolering. En op die manier komen die dan in ons rioolwater, maar zelfs ook in ons oppervlaktewater terecht in de rivieren. Hetzelfde voor de hormonen. We hebben dat ook met pesticiden en dan denk ik aan de landbouw die pesticiden gebruiken en die dan bijvoorbeeld door regen zo kunnen afvloeien en in rivieren terechtkomen. Maar natuurlijk kunnen we ook te maken hebben met vervuiling van chemicaliën. Jullie hebben zeker allemaal in het nieuws gehoord dat er PFAS-vervuiling is. Dat zijn chemische moleculen. Dus dat zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden die we terugvinden in dat water in ons milieu. Een ander voorbeeld heeft betrekking tot geneesmiddelen. En dan geneesmiddelen op zich zijn misschien niet zo complex, want de geneesmiddelen die wij allemaal nemen bevatten typisch één, misschien twee componenten. Maar als de farmaceutische industrie nieuwe geneesmiddelen gaat ontwikkelen, dan gaan die daar heel vaak allerlei testen op doen. Ze gaan die een beetje expres onder heel veel stress brengen om te kijken wat dat er potentieel met die geneesmiddelen zou kunnen gebeuren. Dan gaan ze die bijvoorbeeld onder een hoge temperatuur brengen, onder heel sterk licht brengen en kijken, ja, wat wordt daar nu gevormd? Wordt daar eventueel, worden daar afbraakproducten gevormd? En dat kan ook leiden tot zeer complexe mengsels. En misschien een laatste voorbeeld, dat zijn biomedische stalen, bijvoorbeeld urinestalen of bloedstalen. Ik ben er zeker van dat jullie allemaal al wel bij de huisdokter jullie bloed hebben laten analyseren. En als je dan de resultaten krijgt, dan zie je ja, dat daar een veelheid aan informatie uitkomt. En er wordt gekeken naar eiwitten, maar ook naar bijvoorbeeld glucose, naar vetten, ook naar ionen, anorganische ionen, kaliumgehalte, magnesiumgehalte, natriumgehalte. Dus al die dingen moeten geanalyseerd worden. En voor diegenen die deze ochtend de lezing van professor Swinne hebben gevolgd, die zullen ook gemerkt hebben dat hij voor de analyse van vetten ook wel chromatografie gebruikt. Dus een veelheid aan stalen die wij willen analyseren. Nu, waarom willen wij die precies gaan analyseren? Wel, meten is weten. Als we kennis hebben over wat dat er in die stalen zit, ja, dan kunnen we ook actie ondernemen. Dus analyse. Nu, wat betekent dat analyse? Dat betekent eigenlijk dat we de verschillende componenten in die mengsels van elkaar gaan scheiden en die dan gaan meten. En die meting die kan eigenlijk op twee manieren gebeuren. Dat kan kwalitatief zijn en dan gaan we kijken wat dat er precies in dat mengsel zit. Of dat kan kwantitatief zijn. En dan gaan we kijken ja, hoeveel van die componenten zitten er nu precies in dat mengsel. En uiteraard, je kan het één doen of het andere, maar je kan ze ook allebei tegelijkertijd doen. En zoals dus al aangekondigd, de techniek die wij daarvoor gebruiken is de vloeistofchromatografie. En vloeistofchromatografie dat speelt zich eigenlijk af in wat je hier schematisch ziet weergegeven. Dit is een chromatografische kolom. En je moet je dat eigenlijk een beetje voorstellen als zijnde een buis die gevuld is met kleine bolletjes. We noemen dat dan kleine partikeltjes. Dat zijn vaak poreuze partikels. En die zijn eigenlijk gecoat met een soort van chemische stof die we de stationaire fase noemen. En die stationaire fase ja, die zit daarop vast. En vandaar dat we ook spreken van stationair, die beweegt niet. En door die kolom gaan we dan wat we noemen een mobiele fase sturen. En aangezien dat wij vloeistofchromatografie doen, is dat bij ons een vloeistof. En dus die vloeistof die wordt daar eigenlijk continu doorgepompt door die kolom. Nu, wat gaat er dan gebeuren? Stel dat we een staal willen analyseren, en in dit geval is dat een redelijk eenvoudig staal, en je ziet dat daar twee verschillende componenten in zitten. Sorry, ik ben een beetje te snel gegaan. Enerzijds die rode bolletjes en anderzijds die blauwe bolletjes.
Dus we gaan dat aanbrengen op die kolom en je ziet dan dat die bolletjes, die componenten, door die mobiele fase, door die kolom worden getrokken. Nu, wanneer dat gebeurt, gaan die componenten eigenlijk interageren met zowel de stationaire als de mobiele fase. En afhankelijk van de eigenschappen van die componenten gaan die sneller of trager door die kolom heen begeven. Je ziet hier bijvoorbeeld dat die rode bolletjes een beetje voorlopen op die blauwe bolletjes. Dat wil eigenlijk zeggen dat die rode bolletjes liever in de mobiele fase zitten. Dus die hebben niet zoveel affiniteit voor die stationaire fase, waardoor dat ze er ook sneller doorlopen. Maar langs de andere kant, die blauwe bolletjes die gaan duidelijker trager. Dat is omdat die eigenlijk graag in die stationaire fase zitten. Ja, die beweegt niet en dus gaan zij ook veel trager door die kolom gaan. En op die manier kunnen we dan eigenlijk die twee componenten van elkaar scheiden. Als die dan uit die kolom komen, dan gaan we dat naar een detector sturen. En dan gaan we eigenlijk die scheiding, het resultaat van die scheiding, kunnen visualiseren in iets wat wij een chromatogram noemen. En hier zie je dan eigenlijk dat elk van die componenten kan waargenomen worden als een individuele piek. Die zijn netjes van elkaar gescheiden. En dan komt het er eigenlijk op aan om te kijken waar dat die piek zich bevindt. En dat gaat ons iets vertellen over de identiteit van die componenten. En anderzijds kunnen we ook kijken naar de grootte van de piek, de hoogte van de piek, omdat dat ons iets gaat zeggen over hoeveel van die component er in ons staal zit. En logischerwijze, hoe hoger de piek, hoe hoger de concentratie van die component in ons staal. Goed, die kolom die bevindt zich uiteraard in een groter instrument, wat we onze vloeistofchromatograaf noemen. En je ziet daar hier een foto van. Hierboven zie je dan, ik hoop dat het duidelijk is, flessen met vloeistof, dus dat is onze mobiele fase. Daaronder zit een pomp, die gaat eigenlijk die mobiele fase door onze kolom pompen. Nu, daaronder zie je nog een module die we de autosampler noemen. En dat is eigenlijk een module waarin al onze stalen worden gestoken. Dus daar kan je gemakkelijk soms 50 tot zelfs 100 verschillende stalen instoppen. En we noemen dat een autosampler, omdat die eigenlijk automatisch die stalen gaat injecteren op de kolom. En hoe dat dan gebeurt, welk staal wanneer, dat kunnen we programmeren in de software. Dus op die manier kan dat toestel eigenlijk volledig zelfstandig werken. Hier zit onze kolom. Ik weet niet of het heel duidelijk is, maar die zit hier in een oven. Die staat hier open, maar die kunnen we uiteraard dicht doen. En op die manier kunnen we ook de temperatuur van onze kolom controleren. En dan helemaal onderaan heb je de detector, dus daar gaan we dan de uitkomst van onze scheiding zien. En die wordt dan doorgestuurd naar het computerscherm waar we dat kunnen waarnemen als een chromatogram. Nu, daarnet hebben we een chromatogram gezien met twee netjes van elkaar gescheiden pieken. Dat is een beetje de ideale situatie. Nu, spijtig genoeg, in mijn dagelijkse realiteit krijg ik zelden dergelijke mooie chromatogrammen te zien. Maar ziet het er eerder een beetje uit zoals dat je hier ziet. Je ziet dat hier wel een paar pieken mooi gescheiden zijn, maar je ziet hier ook een ganse hoop, een berg waar het van alles in zit. En je merkt direct dat het heel moeilijk is om hier te gaan kijken, ja, wat zit hier precies in en hoeveel van elke component zit daar precies in. Dus als we zo'n chromatogram krijgen, ja, dan gaan we vaak proberen de kwaliteit ervan een beetje in te schatten. En dat doen we met een parameter die we de resolutie noemen. En dat kort dat hier af als RS. En die resolutie die zegt dus eigenlijk hoe goed twee pieken van elkaar gescheiden zijn. En zoals je hier ziet, die twee pieken die zijn duidelijk goed van elkaar gescheiden. Dan hebben die typisch een resolutie die groter is dan 1,5. Maar je ziet dan ook hier pieken die minder goed van elkaar gescheiden zijn, die hebben een resolutie kleiner dan 1,5. Nu kunnen we gelukkig een aantal trucken toepassen om die scheiding te verbeteren. Want we willen toch graag weten wat er allemaal in dat chromatogram zit. En dat kunnen we door drie trucken toe te passen. Een eerste bestaat erin om de efficiëntie van de scheiding te vergroten. Een tweede bestaat erin om de selectiviteit van de scheiding te veranderen. En een derde om de retentie te veranderen of te vergroten. Maar ik zal misschien beginnen met de efficiëntie. Nu, als we de efficiëntie van de scheiding gaan vergroten, dan gaan we trachten onze pieken smaller te maken. En ik ga dat hier eventjes laten zien. Laten we misschien even focussen hier op die bergpieken. Ik ga nu de efficiëntie vergroten. En je ziet dat die pieken smaller worden en dat het dus direct veel makkelijker wordt om te zien hoeveel verschillende componenten dat daarin zitten. Als we op de selectiviteit gaan werken, ja, dan gaan we eigenlijk de eigenschappen van bijvoorbeeld die stationaire fase of die mobiele fase gaan veranderen. En dat gaat als resultaat hebben dat die pieken van plaats gaan veranderen. Dus dat ga ik hier laten zien. Hier heb ik de selectiviteit aangepast en je ziet die veranderen van plaats. En dat gaat ook al direct een effect hebben op de scheiding.
En dan tenslotte de retentie. Dat wil eigenlijk zeggen dat ik ga trachten om mijn componenten langer op de kolom te laten. Dus je ziet hier dat die scheiding in 20 minuten is gebeurd. Als ik nu die scheiding langer maak, bijvoorbeeld 40 minuten, dan zie je meteen dat er meer plaats komt, meer tijd eigenlijk om die pieken van elkaar gescheiden te krijgen. Laat me dat nu misschien een beetje concreter maken. Hoe kunnen we concreet die efficiëntie gaan vergroten? Dus als ik denk aan efficiëntie, dan probeer ik mijn pieken smaller te maken. Wel, dat kan bijvoorbeeld door mijn kolom langer te maken. Want als ik een langere kolom heb, ja, dan hebben mijn componenten ook veel meer tijd, veel meer ruimte om van elkaar gescheiden te worden. En typisch in het labo gebruiken wij kolommen met een lengte tussen de 5 en de 25 centimeter, een beetje afhankelijk van de complexiteit van ons staal. Nu, een tweede truc die ik kan toepassen, bestaat erin om mijn partikeltjes, mijn bolletjes in mijn kolom kleiner te gaan maken. En de reden waarom we dat doen, is eigenlijk omdat je dan de afstand tussen de mobiele en de stationaire fase, dus eigenlijk die interactie van je componenten met die mobiele en die stationaire fase, gaat vergemakkelijken, dat gaat versnellen. Nu, typisch gebruiken wij in het labo partikelgroottes tussen de 1,5 en de 5 micrometer. En om jullie een idee te geven van hoe groot dat precies is, kan ik jullie misschien vertellen dat ja, wij allemaal haar hebben. En dat haar, of ik denk toch iedereen, hè, dat haar heeft typisch een diameter tussen de 50 en de 70 micrometer. Dus dat wil zeggen dat die partikeltjes waar wij mee werken 10 tot zelfs 30 keer kleiner zijn. Dus dat kan je eigenlijk niet meer met het blote oog waarnemen. Dat ziet er eigenlijk uit als een soort van poeder waarmee dat we werken. Nu, die twee strategieën, onze kolom langer maken of onze partikels kleiner maken, die hebben ook wel een nadeel. Want dat betekent dat we de druk die we nodig hebben om die vloeistof door die kolom te duwen, dat die veel groter gaat worden. En vandaar dat we ook vaak spreken over hoge druk vloeistofchromatografie. Nu, voor ik jullie ga vertellen met welke drukken wij typisch werken, ga ik jullie misschien eerst eens vragen of er iemand mij kan zeggen welke druk er typisch op uw autobanden staat. Sorry? 7, dat is wel heel hoog, denk ik. 2, ja. 2,5, zoiets. Hè. Dat is inderdaad typische bandendruk. Misschien nog een vraagje. Een champagne. Hè. Als we die open doen, die kurk die gaat er typisch uitschieten. Dat is natuurlijk omdat daar ook op die fles druk zit. Heeft er iemand een idee hoeveel druk er typisch op een fles champagne zit? Het mag ook een fles Prosecco zijn. Ja, meneer. Sorry? 2, dat lijkt mij een beetje weinig. Iemand anders nog een gokje doen? Zegt u maar hoor. Ja, zoiets, inderdaad. 4, 5, maar ik denk Prosecco is een beetje lager dan champagne. Dus champagne, dat zal zeker wel iets hoger zijn. Dus dat is al redelijk wat druk. Hè? Nu, de drukken die wij gebruiken in ons labo om onze mobiele fase met voldoende snelheid door onze kolom te krijgen, dat is voor onze nieuwste toestellen 1000 tot 1500 bar. En dan spreken we eigenlijk niet meer van hoge druk vloeistofchromatografie, maar dan spreken we van ultra hoge druk vloeistofchromatografie. Dus dat is inderdaad enorm, hè? Goed, dus dat is eigenlijk om onze efficiëntie te vergroten. Ik had jullie ook al verteld dat we ook de selectiviteit van de scheiding kunnen vergroten. Dus dan gaan we een beetje de eigenschappen van die stationaire en die mobiele fase aanpassen. En dan gaan we de positie van onze piekjes veranderen. Nu, jullie zien hier, sorry, ik was een beetje te snel, een chromatogram voor een complex staal. Je ziet daar weer heel veel pieken in die niet zo netjes van elkaar gescheiden zijn. Maar ik wou eventjes jullie aandacht vestigen hier op die eerste pieken in het begin. Je ziet daar redelijk veel pieken en die zitten zo'n beetje als een bos op elkaar. Nu ga ik de selectiviteit van mijn scheiding veranderen. Dus ik ga proberen die pieken een beetje van plaats te laten veranderen. En je ziet, voor de meeste pieken hier is dat redelijk goed gelukt. Maar die pieken hier in het begin, ja, die zitten daar nog altijd op elkaar. Die hebben eigenlijk niet goed gereageerd. En dat betekent eigenlijk omdat die componenten zeer weinig affiniteit hebben voor onze stationaire fase. Maar ook dan kunnen we weer een truc gaan toepassen. En die bestaat er nu in dat we als het ware die pieken gaan uitknippen. Dus uit het chromatogram halen en naar een totaal nieuwe kolom gaan sturen. Dus een kolom die op een heel andere manier werkt dan onze eerste kolom. Dus wat doen we dan eigenlijk? Dan gaan we een tweede scheidingsdimensie of een tweede kolom toevoegen aan het systeem. En dan spreken we eigenlijk van tweedimensionale vloeistofchromatografie. Nu, je ziet dat het toestel dat we daarvoor nodig hebben, dat er een beetje anders uitziet. Dus je hebt hier van boven nog altijd die flessen met onze mobiele fase.
Je hebt ook nog altijd een autosampler om de stalen te injecteren. Maar je ziet nu ook dat we niet één, maar twee pompen hebben. Dus eigenlijk heeft elke scheidingsdimensie zijn eigen pomp. We hebben hier nog altijd een oven waarin we chromatografische kolommen kunnen stoppen. En daar kan je meerdere kolommen instoppen, gemakkelijk een stuk of vier, zelfs zes. En dan hier onderaan hebben we weer twee detectoren deze keer. Dus een detector voor de eerste dimensie en voor de tweede dimensie. Maar het belangrijkste hier is eigenlijk wat je hier in het midden ziet. Dat noemen we de interface. Dat is eigenlijk de koppeling die gemaakt wordt tussen de twee dimensies. En zoals je ziet bestaat dat uit drie verschillende kleppen. En ik ga dat eventjes uitzoomen en een beetje schematisch laten zien. Dus je hebt hier drie kleppen. Sorry. En wat er dan precies gebeurt, is dat de vloeistof die uit je eerste kolom komt, en waar dat er bijvoorbeeld componenten in zitten die niet goed van elkaar gescheiden worden, die gaan via die middelste klep naar die tweede klep hier bovenaan gestuurd worden. En hier heb je eigenlijk allemaal verschillende lusjes. Dat zijn metalen lusjes. En daar kunnen we die vloeistof in gaan vangen. Dus we gaan die er als het ware tijdelijk in parkeren. En we kunnen zo één lusje vullen, maar we kunnen er ook, het zijn er hier in totaal 10, hier 5 van boven en 5 van onder. Dus we kunnen een heleboel lusjes vullen. En één keer dat die lusjes gevuld zijn, kunnen we die dan via de tweede pomp, die gaat dan door die middenste klep, die gaat door een lusje, die gaat eigenlijk op die manier die inhoud van dat lusje eruit halen en naar de kolom, de tweede kolom doorsturen om daar gescheiden te worden. En dan krijg je een resultaat dat er als volgt uitziet. Dus we hebben hier terug een eerste scheiding in een eerste dimensie op een eerste kolom. En je hebt hier van voor terug een soort van bos van pieken waar we niet veel mee kunnen aanvangen. Dus wat hebben we nu gedaan? We knippen die eruit en in totaal hebben we nu meerdere knipjes uitgevoerd. Al die knipjes zijn dan in die lusjes gestopt en die worden dan naar die tweede scheidingsdimensie gestuurd. En die worden daar eigenlijk één voor één uitgebracht en in gescheiden. En het resultaat is dan eigenlijk dat we nu een chromatogram krijgen dat tweedimensionaal is. Dus dat noemen we een contourplot. En je ziet daarin, het is niet zo heel duidelijk hier, maar al die verschillende vlekjes, dat stelt nu allemaal verschillende componenten voor. Goed, er was mij gezegd dat ik ongeveer 20 minuten kreeg. Dus ik zie dat die 20 minuten bijna om zijn. Dus ik denk dat ik hier ga afsluiten. Misschien nog een paar afsluitende bemerkingen. Dus ik hoop dat ik jullie toch heb kunnen tonen dat hoogdrukvloeistofchromatografie dat een heel veelzijdige analysetechniek is. En dus het wordt voor heel veel verschillende toepassingen gebruikt. Wat ik jullie niet verteld heb, is dat die techniek eigenlijk al heel lang bestaat. Dus die is bijna 120 jaar geleden ontwikkeld. Toen was dat natuurlijk in een heel ander formaat. Er was er zeker geen sprake van drukken van 1000 bar, maar het werd toen al gebruikt. Maar desondanks het feit dat die techniek al heel lang bestaat, is die zeker nog niet perfect. Wat we ook merken, is dat de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden ook altijd groter worden. Dus de complexiteit van de stalen neemt toe. Denk bijvoorbeeld terug aan die milieustalen, die waterstalen. Ja, 100 jaar geleden zal je daar waarschijnlijk geen 100 verschillende geneesmiddelen en chemicaliën in teruggevonden hebben. Dat is nu echt de realiteit van vandaag, waar wij natuurlijk ook een antwoord op moeten bieden. En dus is er nog heel veel ontwikkeling mogelijk, gelukkig voor mij, want ik heb nog wel een aantal jaren te vullen. En die ontwikkelingen, dat betekent onder andere dat we toch trachten altijd dat werkingsmechanisme beter te doorgronden, zodanig dat we ook nieuwe oplossingen kunnen voorstellen voor nieuwe problemen die op ons afkomen. Je hebt ook gezien dat we combinaties kunnen maken van verschillende kolommen om ook zo de scheidingscapaciteit te vergroten. En dan tenslotte, waar wij momenteel op aan werken, is het introduceren van artificiële intelligentie om het optimaliseren van die scheidingen te automatiseren. Nu, spijtig genoeg kon ik daar nu niet verder op ingaan, maar moesten jullie daar nog vragen over hebben, dan wil ik die uiteraard heel graag beantwoorden. Voilà, en met dit wil ik jullie dan heel graag bedanken voor jullie aandacht. En dan zien jullie nog een foto van het team eigenlijk in zijn natuurlijke biotoop tussen de vloeistofchromatografen in het labo. Heel erg bedankt. Perfect, van harte dank professor Kabouter voor deze zeer wervende presentatie. Ik heb bij mij de vraagstaart wisselbeker die ik mag laten rondgaan in het auditorium voor de mensen die aan professor een vraag zouden willen stellen over deze lezing. En wie zou er van wal willen steken? Eens kijken hoe ver ik reik. Asje. Ik heb een vraag over die mobiele fase. Welke type van stoffen zijn dat? En gebruiken jullie ook dichloromethaan?
En als jullie dichloromethaan gebruiken, kijken jullie dan ook naar stoffen om deze te vervangen, omdat dat toch een mogelijk carcinogene stof is? Ja, dus de stoffen waar wij momenteel mee werken, het is voornamelijk watergebaseerd, maar we moeten er natuurlijk altijd een organische component aan toevoegen als modifier. Eerst dan is dat methanol of acetonitril. Acetonitril is zeker ook geen gezond goedje. Hè. Soms proberen we ook ethanol te gebruiken, dat al iets minder schadelijk is. Maar het probleem is natuurlijk, en er is een ganse beweging, groene chromatografie, die echt probeert van zo weinig mogelijk toxische stoffen te gebruiken. Het probleem is dan echter dat je vaak scheidingen krijgt die niet zo goed zijn. Dus spijtig genoeg, acetonitril werkt gewoon beter dan ethanol. En dat heeft dan met de eigenschappen te maken, viscositeit, diffusie in die solventen. Dus ja, dat is zeker iets waar we mee bezig zijn. Nu, zelf doen wij voornamelijk reverse phase omkeerfase chromatografie, dus wij gebruiken geen dichloromethaan. Dat is eerder iets in de normale fase chromatografie. Dat wordt niet meer zo vaak gebruikt, toch zeker niet voor de moderne scheidingen, waar we dan bijvoorbeeld een andere techniek, hydrofiele interactie, vloeistofchromatografie gebruiken, die dan geen dichloromethaan benodigt. Maar in elk geval, het is een aandachtspunt. Er wordt op gewerkt, maar het is altijd ook een beetje balanceren tussen een goede scheiding of meer natuur, milieuvriendelijk. Dat is zeker een aandachtspunt. Ja. Uw achterbuurvrouw had een volgende vraag, dank u. Hoe halen ze isomeren uit elkaar met de ja. Dus daar heb je eigenlijk een speciaal type van kolom voor. Dat zijn dan chirale kolommen, dus die ja, een ander type van stationaire fasen hebben, die meer op positie werken. Want isomeren, dat zijn eigenlijk moleculen die hetzelfde gewicht hebben, dus dezelfde bruto-formule hebben, maar die positioneel anders zijn. Dus waarbij je bijvoorbeeld een groep hebt die anders gepositioneerd staat. En daar heb je speciale stationaire fasen voor die toelaten om op die verschillende posities te werken, om die zo uit elkaar te halen. Dat is heel vriendelijk. Ik denk dat je ermee mag gooien, maar ik zou het ook niet goed durven, eerlijk gezegd. Ik heb een vraag over... In het tweede deel had u gezegd hoe je die pieken zo uit elkaar kunt... Hoe gebeurt dat? Je bedoelt met die tweede scheidingsdimensie? Ja, dus dan die drie klepjes die ik daar getoond heb. Hè, dus dan gaan we eigenlijk een vloeistofpad van richting doen veranderen door eigenlijk die klepjes van configuratie te doen veranderen. Dus we gaan die eigenlijk als het ware herleiden naar een andere richting. En die andere richting, dat zijn dan die lusjes waarin dat die gevangen worden. En dus we gaan eigenlijk de stroming van onze vloeistof ja, in een andere richting brengen. En ene keer dat die in die lusjes zitten, dan kunnen we met een andere pomp die lusjes leegmaken en naar die tweede kolom sturen. Dus het is inderdaad qua techniek een beetje ingewikkelder, hè, want je hebt meerdere kleppen nodig, maar dat kan ook volledig automatisch gebeuren. Weer een vraag, kunnen we heel kort iets zeggen op de toepassing van artificiële intelligentie? Of dat ik daar iets kan zeggen? Ja. Ja, zeker en vast. Dus jullie hebben waarschijnlijk gemerkt, en ik heb het zeker niet in die mate weergegeven, maar je hebt verschillen in stationaire fasen. Hè. Je hebt de chirale kolommen, omkeerfase, normal phase. We hebben verschillen in mobiele fasen. Mevrouw heeft het gevraagd, hè, water, acetonitril, methanol, ethanol. We kunnen daar nog additieven aan toevoegen. Ik heb kort gezegd dat we de temperatuur kunnen veranderen. Dus je hebt eigenlijk heel veel keuzes die kunnen gemaakt worden, maar die ook moeten gemaakt worden. En het vervelende is, als ik een keuze maak waardoor ik twee pieken goed van elkaar kan scheiden, dan is het soms dat twee andere pieken terug overlappen. Dus het is heel moeilijk om die scheidingen te optimaliseren. En heel vaak gebeurt dat spijtig genoeg nog een beetje op basis van trial and error. Dat betekent eigenlijk... We proberen maar wat en we zien dan wat dat daaruit komt. En dat duurt natuurlijk heel lang, daar kruipt heel veel tijd in. Nu, ondertussen zijn er ook al wat computerprogramma's die dan een beetje gaan modelleren. Als ik die mobiele fase verander, hoe gaat die scheiding er dan uitzien? Wat dat allemaal wat gestructureerder maakt. Maar wat wij nu proberen te doen, is echt op basis van artificiële intelligentie een algoritme te leren. Als ik die parameter aanpas, dan gaat dat het resultaat zijn. En niet gewoon voor één component, maar voor heel veel verschillende componenten in een mengsel.
En één manier waarop dat we dat doen, dat is op basis van reinforcement learning. Dat is versterkingsleren. Dus dat is eigenlijk een algoritme waarbij dat je het algoritme een, in ons geval, chromatogram gaat geven. Dat gaat dan een bepaalde actie uitvoeren. Dat gaat dan tot een nieuw chromatogram leiden. En dan gaan we eigenlijk dat algoritme belonen of straffen. Als het een goed chromatogram is, dan krijgt het een beloning. En als het een slecht chromatogram is, ja, dan wordt het gestraft. En zo kan je eigenlijk, maar je moet dat dan echt duizenden keren doen. En wij doen dat met simulaties, dus niet met echte chromatogrammen. Maar kan je wel een algoritme trainen om te leren, ja, als het chromatogram er zo uitziet en ik doe dit, dan gaat het verbeteren. Dus om toch, ja, die ganse workflow te trachten te verbeteren en vooral te vergemakkelijken en te automatiseren, zodanig dat wij daar geen uren, dagen of zelfs, soms zelfs maanden mee bezig moeten zijn. Mag ik nog iets vragen? Komt daar ook wiskundige modellering bij kijken? Ja, zeker. Ja. Dus die retentie waar ik het over heb gehad, daar bestaan wiskundige modellen voor. Die zeggen, ik verander die parameter, dat gaat er gebeuren met de retentie. Dus daar komt zeker modellering aan te pas. Het enige probleem is natuurlijk dat modellering ook vaak niet perfect is. En bij ons niet perfect kan echt betekenen dat twee pieken gemodelleerd worden als zijnde net gescheiden, maar dat in realiteit, ja, net niet gescheiden zijn, omdat er vaak andere parameters zijn die je niet in je theorie kan capteren. Een kolom die misschien een beetje minder performant wordt na verloop van tijd en dergelijke dingen. Dus modelleren werkt, maar het is zeker ook niet perfect. Stel dat er bepaalde stoffen zijn die blijven vastzitten op de kolom eigenlijk, hè, die stationaire fase, en je doet een analyse, en hoe zeker ben je dan eigenlijk dat je alles mee hebt. Want je kunt het eigenlijk de mobiele fase blijven lopen en het blijven zitten eigenlijk. Je doet de volgende staal en ze komen er mee uit. Dus dat is al een hele goeie, hè. Als we in een volgend chromatogram ineens een piek zien opduiken die daar niet moet zitten, dat we dan zien van oei, de vorige was blijkbaar niet compleet. Nu, wat we wel doen, is over het algemeen die mobiele fase, die samenstelling is niet constant. Hè. Dus in het begin gaat die eigenlijk weinig eluerende kracht hebben, maar we gaan dat dan opdrijven en we drijven dat zodanig op, zodanig dat die eigenlijk op het einde zeer sterk wordt. Hè. En dat er eigenlijk in realiteit niks niet meer blijft aanplakken. Moest dat toch het geval zijn, dan kunnen we altijd nog een sterker eluens gebruiken, een andere chemicalie dat nog sterker is. Maar op die manier wordt dat toch wel een klein beetje opgevangen. Dus dat we echt proberen op het einde zeer sterk te elueren. En ja, wat dan die sterke elutie betekent, dat hangt ook altijd een beetje af van het staal. Maar dat is iets wat minder gebeurt. Dus dat pieken gewoon blijven hangen en er nooit meer afkomen. Nu, als laboranten werken in een labo, dan dragen ze meestal handschoenen, wanneer ze natuurlijk met chemicaliën werken. Zien jullie ook daar stoffen die uit de handschoenen komen, vinden jullie die terug in de analyses? Of zeggen jullie ook van, wij doen eerst een heel screening van welk type handschoen, want er zijn er die heel wat stoffen eigenlijk gaan uitlopen. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Dat is een heel goede vraag en dat hangt ook altijd een beetje af van het type applicatie. Hè. Dus handschoenen is een heel goed voorbeeld, maar bijvoorbeeld bepaalde types plastiek, hè, daar kan je dat ook hebben, dat echt afgeeft. Meestal, als we met een nieuw probleem geconfronteerd worden, het is nooit dat we totaal geen idee hebben van waar we naar op zoek gaan. Dus meestal weten we wel, we gaan op zoek naar farmaceutische componenten of pesticiden of chemicaliën, bijvoorbeeld van die plasticizers. En als we weten van, kijk, daar is gevaar, dat we dat eventueel ook uit vials of dergelijke tubicus kunnen halen, dan gaan we daar wel heel voorzichtig mee om. En dan bijvoorbeeld kiezen we ervoor om enkel glas te gebruiken. Nu natuurlijk met die handschoenen ook, dat is om jezelf te beschermen. We zitten niet met die handschoenen in onze mobiele fase of in onze staal. Ik kan dat natuurlijk nooit voorkomen. Hey, maar we proberen wel zo voorzichtig mogelijk te werken. Maar het is zeker een aandachtspunt, een beetje afhankelijk van de toepassing. Er is nog een vraag achteraan de zaal. Dat is een driepunter. Ja, ik had inderdaad ook nog een vraag. Als je nu stalen neemt, hoe lang duurt dat eigenlijk om die analyse te doen? Of hoeveel staalnames kan je doen per uur? Of ik weet niet in welke tijdseenheid dat uitgevoerd wordt. Hangt er helemaal vanaf. Er zijn twee verschillende aspecten. Dus enerzijds heb je de methodeontwikkeling. Dat is eerst eigenlijk
een goede scheiding vinden voor een bepaald staal. En dat kan lang duren. Afhankelijk van de complexiteit zijn we daar soms weken mee bezig. Maar we trachten dan wel om een scheiding te krijgen. En ook hier is het weer afhankelijk van de complexiteit van het staal. Ja, dat in een redelijke tijdspanne kan gebeuren. Misschien 10 minuten. Ik zou zeggen, we proberen om nooit langer dan 30 minuten te werken per staal. Als het korter kan, prima, maar niet langer dan dat. En dan hangt het er natuurlijk vanaf wat er precies moet gebeuren. Als we weten, we moeten honderden stalen analyseren, ja, dan gaan we trachten die tijd echt zo kort mogelijk te houden. En misschien 5 à 10 minuten. Als we weten, ah, we hebben hier maar 10 stalen te analyseren, maar ze zijn zeer complex, ja, dan gaan we meer tijd voorzien, 30 minuten, en dat we zeker zijn dat we alles gezien hebben. Dus het hangt er echt vanaf wat het type probleem is. Het goede nieuws is dat we die autosampler hebben. En dus stel dat we 100 stalen moeten analyseren, wij moeten daar niet naast zitten, staal per staal. We programmeren alles. We kunnen dat bijvoorbeeld op vrijdagavond opzetten en dan tegen maandagochtend onze resultaten gaan halen. Liefst gaan we dat wel even gaan kijken dat alles nog goed verloopt. Hè. Maar dus in theorie is dat zeker mogelijk om dat vergevorderd automatisch te voeren. Eén keer dat de scheiding op punt staat. Reinforced learning ook bij helpen eigenlijk? Omdat, sorry? Kan daar eigenlijk artificiële intelligentie, dus RL, ook mee helpen? Van hoe lang moet je nu hoe lang moet die analyse duren om die dan zo kort mogelijk te maken? Of is dat... Wel, dus die artificiële intelligentie die we willen gebruiken is voornamelijk voor die methodeontwikkeling. Methode, ja. Dus die methode op punt stellen en dan kan dat perfect een parameter zijn. Hè, dat we zeggen van zoek de beste scheiding in 5 minuten of in 10 minuten. Dat we dat als een soort van criterium gebruiken. En dat doen we ook wel zo, maar nu ligt dat wel wat hoger. Laten we wel langere tijd nodig, omdat dat natuurlijk ook weer alles bemoeilijkt. Nu, dus dat zeker voor de methodeontwikkeling, omdat dat zo lang duurt, proberen we daar toch de meeste tijdswinst te krijgen. Eén keer dat de routineanalyses gebeuren, ja, moet het gewoon draaien. Hè. Maar dan kan je wel weer artificiële intelligentie gaan gebruiken om je data te gaan analyseren en te gaan interpreteren. Voornamelijk dat. Hè, wat betekent dat? Dat ik in bepaalde stalen dit piekje zie en niet in andere stalen. Wat zit daarachter? Dus daar kan artificiële intelligentie ook wel zeker gebruikt worden. Ja. En de vraag voor de mensen in de livestream, gebruiken jullie een database? Ja, dus of wij een databank gebruiken om identificatie te doen, zeker. En dan denk ik voornamelijk aan de massaspectrometrie. Dus ik heb het vandaag niet echt over detectoren gehad. Maar wij gebruiken ook, zeker voor onbekende, massaspectrometrie. Voor de mensen die dat niet kennen, dan gaan we eigenlijk een detector gebruiken die ons niet enkel een piekje toont, maar die daar ook een massa aan koppelt. Dus eigenlijk zegt hoe zwaar dat die component is. En dat kan heel accuraat gebeuren. Dus dat zijn getallen met 3, 4 cijfers achter de komma. Dat laat ons toe om eigenlijk geen structuur, maar een formule aan die component te koppelen. Dus dat zegt ons dan, er zitten zoveel koolstoffen in, zoveel waterstoffen, een chloride. Dus dat geeft ons meer informatie. Maar er zijn vaak ook veel combinaties mogelijk van koolstoffen, waterstoffen, chloride en dergelijke. En dan gebruiken we inderdaad databanken die ons niet enkel zeggen wat dat de mogelijke formules zijn, maar bijvoorbeeld ook wat dat dan de retentietijd zou moeten zijn. En dat kunnen we dan checken met onze experimentele retentietijd. Fragmenteren, als we die moleculen gaan afbreken, welke fragmenten komen eruit, dat vinden we ook terug. Of dat kunnen we ook checken met databanken. Dus dat moeten we echt doen, zeker ja, met die complexe stalen, waar dat we honderden mogelijkheden kunnen uithalen. Hè. Ja. Ik heb misschien nog een laatste vraag die daarbij aansluit, maar het is een grenzeloos naïeve vraag. Kan dat, professor? Dat kan zeker. Het gaat over de calibratie van uw berglandschappen. Dus ik begrijp van wat u zei dat de hoogte van mijn bergtop of mijn piek zegt iets over de hoeveelheid. Ja. De ligging verraadt eigenlijk welke component. Ja. Hoe kun je dat weten? Dat is meestal ook een beetje op basis van ervaring, databanken. Ja. Dus als we bijvoorbeeld omkeerfase doen, dan gaan we scheiden op basis van polariteit. En daar is het zo dat hoe apolair, dus hoe hydrofober onze component, hoe langer dat die op de kolom gaat blijven hangen. Ja. Dus is het zo dat de componenten die er eerst uitkomen, meest hydrofielen zijn. Ja. En degenen die er later uitkomen, meest hydrofoben. Dat is nu heel eenvoudig uitgelegd, maar dat is al bijvoorbeeld een manier om daar onderscheid in te kunnen maken. Maar ook daar weer kunnen we gebruik maken van, zoals u zegt, een calibratie. Of we kunnen gekende moleculen ook injecteren en kijken of het daarmee overeenkomt. Dus dat is inderdaad
als we enkel UV gebruiken, wel een strategie die we moeten toepassen. En zou dan de retentietijd functie zijn van het mengsel van een zekere component? Van het staal, mengsel van het staal, bedoel ik. Dat hangt er een beetje vanaf. Als het zeer complex is, en daarmee bedoel ik afvalwater waar we nog heel veel andere dingen kunnen in terugvinden, dan kan dat wel die retentie gaan beïnvloeden. Als we een zuiver mengsel in water hebben, dan zou dat in principe niet zoveel mogen uitmaken wat er 1 of 5 componenten in zitten. Die zouden toch op dezelfde plaats er moeten uitkomen. Allee, elk op hun eigen plaats. Ja. Zonneklaar, professor Kabouter, dames en heren. We gaan er heel eventjes tussenuit, maar om 2 uur stipt geeft professor Larmuzo de aftrap voor zijn voordracht over geniale genen. Dus tot zo meteen. Sorry voor jullie aandacht en voor de interessante vragen. Dank je wel.